extend my warm greetings to the city, to the first gay monument and the first gay marriage. Want wij brengen het beste van het beste voor jullie. Ze doen onderzoek naar seksuele aantrekkingskracht tussen vrouwen. In de Gay Station. We zijn vandaag bij het regenboogdebat van het COC. En hier gaan de lijsttrekkers praten over het beleid dat ze hebben voor onze community. Weet jij al wat je gaat stemmen? Bij het regenboogverkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger spreek ik met een aantal kandidaten en laten we wat fragmenten zien van het debat. Kun je je even voorstellen? Ja, mijn naam is Rob Jetten. Ik woon samen met mijn vriend Sjoerd in Urbergen bij Nijmegen en ik ben nu de nummer 2 voor D66. Top. En waarom ben je de politiek ingegaan? Ja, ik ben lang geleden lid geworden van D66, omdat het voor mij de partij is die echt staat voor iedereen zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Ik ben de gemeentepolitiek ingerold in Nijmegen, jarenlang daar gemeenteraadslid geweest en nu 4 jaar lid van de Tweede Kamer. Omdat ik belangrijk vond dat ook meer jonge mensen lid zouden zijn van de Tweede Kamer. Heel goed. En wij zullen als D66 ons inzetten voor een eerlijk LGBT-beleid. Ja. Want... Ja, wij hebben altijd op kop gelopen als D66 als het gaat om de openstelling van het huwelijk, het verbieden van weigerambtenaren, verbieden van discriminatie voor transgenders bijvoorbeeld. Maar er is nog heel veel te doen. Ik heb dat zelf de afgelopen jaren ook ervaren, dat homohaat ook in Nederland nog steeds aan de orde van de dag is. En dat maakt mij eigenlijk alleen maar strijdbaar om ervoor te zorgen dat de hele community er mag zijn. Hi, ik ben Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid, nummer 1. En waarom bent u in de politiek gegaan? Omdat politiek is de beste platform om dingen te veranderen die niet deugen. Ja. Er is best wel een grotere kans dan ooit dat we een vrouwelijke minister-president krijgen. Vindt u dat het tijd is voor een vrouwelijke minister-president? Nou, het is heel goed dat er veel meer vrouwen zijn, eindelijk. Ja. Niet alleen maar pakken en stropdassen. 2021, hè. This time. Ja. Wij zullen ons allemaal inzetten voor een eerlijk LGBT-beleid... Want? Omdat iedereen in Nederland en daarbuiten het recht heeft om te zijn wie je wil zijn. En die vrijheid staat onder druk. En dus moeten we ook gewoon blijven opletten. Nou, ten eerste leuk dat u er bent. Voor de allereerste keer nummer 1, iemand van de CDA bij het COC-debat. Leuk om er te zijn. Ja, waarom deze keer wel? Nou, omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat het CDA en ik er voor iedereen is. En er echt nog een heleboel moet gebeuren, ook op het gebied van emancipatie, ook op het gebied van het aanpakken van discriminatie en geweld. Beste mensen, welkom bij COC's Rainbow verkiezingsdebat. Om mij heen staan 8 politieke kopstukken klaar om jullie de komende 2 uur te vertellen wat zij de komende 4 jaar voor mensen van de LGBTI-gemeenschap kunnen betekenen. Maar voordat zij dat gaat doen, geef ik eerst het woord aan de voorzitter van het COC, Astrid Ozenbrug. Dankjewel, Clary. En welkom, lieve mensen allemaal hier in de zaal en vooral achter het scherm. Van harte welkom bij het COC's regenboogverkiezingsdebat 2021. En natuurlijk van harte welkom aan alle politici. Geweldig dat jullie er zijn. En ook geweldig dat jullie met jullie aanwezigheid laten zien dat jullie achter de Nederlandse regenbooggemeenschap staan. En... welkom op ons verjaardagsfeestje. Want het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat Bob Angelo en zijn vrienden vlak na de Tweede Wereldoorlog ons COC oprichtten. Inmiddels zijn we de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie ter wereld. En daar ben ik best wel trots op. En dit debat is dan ook onze eerste jubileumactiviteit. Want politiek zit ook in ons DNA. En wat hebben we op dat gebied veel bereikt samen in die afgelopen 75 jaar? Een einde aan strafbaarheid, een wettelijk discriminatieverbod, openstelling van het huwelijk, een wet lesbisch ouderschap, een transgenderwet, voorlichting op school en binnenkort hopelijk
de verankering van onze rechten in de grondwet. En op dat laatste komen we straks nog wel even terug. We beginnen zo met het debat. Want we willen natuurlijk weten wat jullie van elkaar onderscheidt. Wat de verschillen zijn. Zodat we op 17 maart een goed geïnformeerde keuze kunnen maken. Maar toch is dit debat net even anders dan andere debatten. Want we willen namelijk ook weten wat jullie bindt. Waar jullie het over eens zijn. Zodat we samen voor de verkiezingen weer een regenboog stembusakkoord sluiten met elkaar. Zodat we ook samen de komende jaren weer grote stappen vooruit kunnen zetten voor onze regenbooggemeenschap. Want samen, lieve mensen, samen staan we sterk. Dus ik ga toezeggingen tellen en daar kom ik dan straks bij jullie weer op terug. En voor de kijkers, als je nu al meer wilt weten over de standpunten van partijen, hun regenboogkandidaten en hoe ze de afgelopen jaren hebben gestemd, kijk dan op ons kieswijzer Rainbowvote. Nu. Alle partijen die 3 of meer zetels hadden in de peilingen zijn in december voor dit debat uitgenodigd. ChristenUnie, DENK en SGP hebben afgezegd. PVV en Forum hebben niets van zich laten horen. Dan weet u waarom ze er niet zijn. We gaan beginnen met het eerste thema, discriminerend geweld. Het afgelopen jaar was er bijna wekelijks een geweldsincident. Ik noem een paar voorbeelden. Fabio en Daniel, die in Amsterdam-Oost tot 3 keer toe werden aangevallen omdat ze hand in hand liepen. Transvrouwen die werden aangevallen in de metro van Amsterdam en Rotterdam. In totaal krijgen 7 van de 10 LHBTI's in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld. En dat uitsluitend om wie ze zijn. Elke dag doen 6 mensen aangifte. En toch, let wel, worden er jaarlijks slechts minder dan 10 mensen per jaar dus, voor LHBTI-discriminatie veroordeeld. Ook Monique de la Fressange en Nanoa Struik kregen met discriminerend geweld te maken. En daarom is via Zoom het woord nu aan hen. Hallo allemaal, mijn naam is Danoa Struik en ik ben non-binair. Ik kreeg als tweede Nederlander een X in mijn paspoort en dat haalde het nieuws vorig jaar, of 2 jaar geleden inmiddels. Vervolgens kreeg ik op internet een berg narigheid over me heen, zowel racistisch als om mijn genderidentiteit. Ik zie liever een X op je grafsteen of de S van slaaf, om maar eens wat te noemen. Nou, de woord is to Monique. My name is Monique de la Fressange. One summer night, a couple years ago, I was waiting for a taxi after a wonderful night in Amsterdam, when this group of guys approached me first with sexual remarks. When I made them clear that I was not interested, they moved on to attack me based on my gender identity until they beat me. As a trans woman of color, I often face discrimination. It hurts, and this has to stop. So tonight I'm asking you to make it stop. Zoals Clary al zei, krijgen heel veel mensen in Nederland met net als ons te maken met discriminerend geweld. Daarom is onze vraag, of het nu is wegens LHBTI zijn, huidskleur, geloof of wat dan ook. Onze vraag is of jullie in de komende periode nu eindelijk de stevige maatregelen tegen discriminerend geweld nemen die de Kamer al jaren vraagt. 1. Discriminatieregisseurs aanstellen. 2. Hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld. 3. Verplichte aandacht op de politieacademie. 4. Discriminatie op internet echt aanpakken. En 5. Tijd en geld uittrekken voor roze in blauw. 3 sprekers bij dit onderwerp. Het is heel schokkend als je bedenkt dat het scheldwoord homo nog steeds een van de meest gebruikte scheldwoorden is. En dat betekent dat we al in het onderwijs er heel veel nadruk en aandacht moet zijn voor wat dit soort woorden gebruiken doet. Daar begint het. Dat is niet genoeg, want geweld zal er zijn. En daarom vind ik dat hate crimes zwaarder bestraft moeten worden. Mijn collega Katelijne Buitenweg heeft samen met Gert-Jan Segers hier een wetsvoorstel op gemaakt. En dat moet zo snel mogelijk worden behandeld om ervoor te zorgen dat als je geweld met een discriminatair karakter gebruikt, dat dat zwaarder wordt gestraft. En ja, roze in blauw is ontzettend belangrijk. Maar het is nog steeds vrijwilligerswerk, al jaren. En dat moet veranderen. Daar moet veel meer aandacht voor zijn. En ik denk dat we deze stappen zo snel mogelijk moeten zetten. En ik hoop dat we daar vanavond zich een meerderheid voor gaat aftekenen. Zodat het niet alleen bij plannen en wetsvoorstellen blijft.
En dat we het echt gaan regelen. En dan heb ik nog 7 seconden om ja of nee te zeggen tegen de rechercheurs. Ja. Ja tegen de rechercheurs. Goed. Rob Jetten van D66. Ja, het maakt me eerlijk gezegd kwaad dat we het regenboogdebat van dit jaar moeten beginnen met deze stelling. Dat het anno 2021 nog een onderwerp is dat we moeten bespreken. Ik maak zelf veel online homohaat mee. Maar ik zie ook de verhalen van homo's, lesbiennes, transgenders, drag queens die in Nederland op straat worden bespuugd, worden uitgescholden, worden geslagen en uit taxis worden gezet. En dat mogen we niet accepteren. En het begint inderdaad op school met goede voorlichting, zodat tolerantie van jongs af aan wordt geleerd. Maar we moeten er nu ook voor zorgen dat we met speciale discriminatierechercheurs en betere borging van roze en blauw bij de politie er ook voor zorgen dat aangiftes ook daadwerkelijk leiden tot het opsporen van daders en het veroordelen van daders. Want nu, dat zagen we net ook in het filmpje, zijn het de slachtoffers die de zwaarste lasten moeten dragen. En ik vind dat anno 2021 onacceptabel. De 3e minuut is voor Liane Ploemen van PvdA. Ja, discriminatie en geweld tegen mensen van de regenboogcommunity is een aanval op ons allemaal. Het is iets waar we allemaal verantwoordelijkheid voor moeten nemen. En we moeten maatregelen nemen om dat te voorkomen. We moeten met elkaar praten daarover. We moeten kinderen opvoeden in een tolerante wereld. Maar als dat geweld gebeurt, moeten we niet aarzelen om in te grijpen. De Tweede Kamer heeft zich al uitgesproken dat er discriminatierechercheurs moeten komen. Daar is een meerderheid voor. Maar minister Grapperhaus van het CDA weigert dat uit te voeren. Het moet wel gebeuren. Roze in blauw moet sterker, steviger, robuuster worden. Dat moet niet alleen maar vrijwilligerswerk blijven. En laat ik ook zeggen, online haat en online discriminatie moet bestreden worden. Internet is een openbare ruimte waar we ons allemaal veilig moeten voelen. En dus moeten er ook online gebiedsverboden komen. Dank, alle drie. De naam van minister Grapperhaus is gevallen, dus ga ik toch meteen naar de man rechts van mij, Wopke Hoekstra. Ondersteunt u wat naar Noah en Monique vragen? Dus komt u met discriminatierechercheurs, hogere wettelijke straffen en geld en tijd voor roze in blauw? Ja, ik zou tegen Noah en Monique willen zeggen dat ik het enorm dapper vind dat ze dit vertellen. En ik vrees dat het het topje van de ijsberg is. Want als ik kijk naar een bevriend homostel van Lieselot en mij hier uit Amsterdam, dan zeggen die ook dat ze niet meer hand in hand over straat durven wat ze eerder wel durfden. En ik vind dat onacceptabel en ik ga het ook niet accepteren. Dus ja, ik vind dat we geweld met een discriminatieoogmerk zwaarder moeten bestraffen. Ik ben voor meer roze in blauw. Maar ik heb vandaag ook gezegd, ik zou nog een stap verder willen gaan. Ik vind dat we een aparte coördinator nodig hebben die in de volle breedte gaat kijken naar wat de gemeenschap overkomt. En niet alleen naar het strafrecht, maar ook kijkt naar preventie. Ook kijkt naar wat het doet met de slachtoffers. En ook kijkt naar wat er moet op scholen. Mag ik daar misschien meteen op reageren? Want toen ik vanochtend de Volkskrant opensloeg, dacht ik 1 seconde, wat fijn een nieuwe CDA-leider. Hij gaat zich mengen in het debat over de LHBTI-emancipatie. Maar toen ik het artikel uit had, was ik eerlijk gezegd alleen maar teleurgesteld. Want een coördinator die een jaar lang onderzoek gaat doen naar wat er mis is in Nederland, die hebben we niet nodig, meneer Hoekstra. We weten hoeveel geweldsincidenten er elk jaar zijn. We weten hoe weinig veroordelingen zijn. We weten wat jonge mensen op school elke dag te maken hebben. En het is het CDA geweest. Uw CDA, dat de afgelopen 4 jaar tegen een actieplan geweld stemde, tegen discriminatierechercheurs stemde, tegen extra voorlichting op scholen stemde. Dus mijn vraag aan de heer Hoekstra is dit interview vanochtend in de Volkskrant echt de kentering bij het CDA? Gaat u nu uw handtekening zetten onder al die voorstellen die GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66 en zoveel andere partijen al jarenlang doen? Ja, ik zou tegen meneer Jetten willen zeggen, laten we juist ook vandaag, dat was net ook de oproep, kijken naar wat ons verbindt. En ik heb daar echt vertrouwen in. We doen dat bij antisemitisme. Ja, uw eigen zo makkelijk komt u er niet vanaf. Ik wil u even onderbreken. Want wat voor mij niet duidelijk is, waarom wilt u een coördinator en geen rechercheurs? Ik wil sowieso dat we meer inzetten op dit type geweld. En ik ben sowieso ook voor een uitbreiding van de politie. Maar probeer mijn vraag even te beantwoorden. Ja, wat Grapperhaus heeft gezegd, en wat ik op zichzelf ook steun, is dat de politie zelf moet kijken waar men de rechercheurs voor inzet. Maar waar ik het mee eens ben, is dat er in de opleiding meer aandacht voor komt. Waar ik het mee eens ben, is roze in blauw. Waar ik het mee eens ben, is dat we ervoor zorgen dat we dit type geweld meer gaan bestraffen. En toch nog even, mevrouw Polak, als ik dat mag zeggen, die coördinator, die hebben we aangekomen
aangesteld op het gebied van antisemitisme. Ik vind dat we recht moeten doen aan de gemeenschap om dat ook voor dit belangrijke onderwerp aan te... Mag ik misschien een vraag op zich? Kijk, laten we proberen tot elkaar te komen. Dus als de heer Hoekstra inderdaad zegt, en dat is winst, roze in blauw is heel belangrijk. Wat bedoelt u daar dan mee? Er is al lang een wens dat we zorgen dat dat niet langer vrijwilligerswerk is, maar dat ze daar uren voor krijgen. Is dat iets waar u achter staat, wat we met elkaar kunnen gaan regelen? Dat is iets waar ik van vind dat je er meer geld voor zou moeten uittrekken. Net zoals dat ik vind dat je meer geld moet uittrekken voor de politie. Als we kijken naar agenten die zich hier specifiek mee gaan bezighouden. Ik kan zeggen dat moet de politie zelf weten. Zoals de heer Hoekstra weet, bepaalt wel degelijk de minister prioriteiten. Dat het gebeurt voortdurend. Het CDA zat tussen 2010 en 2012 met de PVV in een regering. Het kwam de dierenpolitie. Dus als je zegt, ik wil er niet op sturen, de politie moet het zelf weten. Kunnen we niet elkaar nu gewoon virtueel de hand reiken en zeggen, dit gaan we regelen? Doe het gewoon, het is een Tweede Kamermeerderheid die... Ik ga het nog even regelen, meneer Klaver. Ja. Want ik ben het met heel veel van wat we bespreken, ben ik het ontzettend eens. Het CDA heeft ook gestemd tegen speciale rechercheurs op het gebied van verkeersveiligheid. Maar niet milieu, Vanuit de gedachte. Vanuit de gedachte dat de politie dat moet organiseren. Maar als ik één ding hier heb onderstreept... U was voor de dierenpolitie, dus maak het concreet. Is dat het ontzettend belangrijk is dat dit thema geweld op basis van discriminatie, ook tegen de LHBTI-gemeenschap, veel meer aandacht moet krijgen. Kijk, die discriminatierechercheurs, dat werkt. Mensen vertellen ons, het is moeilijk om aangifte te doen. Ik voel me niet altijd gehoord. Ik voel me niet altijd veilig. Er is maar één woord van minister Grapperhaus voor nodig. Er is een meerderheid in de Tweede Kamer. Uw CDA-minister houdt dat tegen. Prima, een nationaal coördinator. Maar dat leidt nog niet tot een veilig gevoel bij mensen die met geweld te maken hebben gehad vanavond op dat politiebureau. En dat moet er gebeuren. Het is één stap. U hoeft alleen maar ja te zeggen. En wij steunen, ja, als ik voor mijn collega's spreek, absoluut die nationaal coördinator. Maar u doet alsof het hier gaat over ideologie. En wat het ik nou gaat juist over heb, de praktijk en van ik, aangifte wat doen. Wat ik nou juist heb willen betogen. En daar ben ik het met de heer Klaver eens. Dat het hier in de eerste plaats zou moeten gaan over wat je wel kan bereiken en over de verbinding. Dan zijn er een heleboel onderwerpen die wij delen. En ik heb net al tegen mevrouw Polak gezegd dat ik überhaupt altijd ben om te kijken naar wat werkt. Nou ja, we weten dus wat werkt door ervaringen in het buitenland. En ik zou echt de heer Hoekstra graag een keer willen meenemen om met een homo, lesbienne, transgender die aangifte moet gaan doen. En die daar gewoon ervaart dat je verhaal niet wordt beluisterd, dat het niet serieus wordt opgepakt. En een discriminatierechercheur kan dat wel extra doen. Nou, waarom we zo fel zijn, mevrouw Polak, in dit debat op de heer Hoekstra. Dat is omdat het CDA, als het gaat om de LHBTI-emancipatie, altijd 40 jaar achter heeft gelopen. Ja, in dit land, nee, maar dit gaat om de vraag of dat er met de heer Hoekstra inderdaad een nieuw CDA te pakken hebben. En ik hoop het. Ja, maar nee, meneer Hoekstra, ik wil het niet over het verleden hebben. Ik wil het over nu hebben. En ik wil even naar de VVD. Neem me niet kwalijk. Want volgens mij is het ook niet helemaal zeker dat de VVD voor die rechercheurs is. Daar zijn wij tot nu toe niet voor geweest. Maar u zegt dat wil tot ik nu graag toe. Toelichten. Mag ik het toelichten waarom niet? Want ik hoor hier hele terechte opmerkingen, bijvoorbeeld van de heer Jette. Ga dan eens een keer mee aangifte doen. En dat heb ik gedaan. En dat bied ik ook altijd aan als ik zie dat mensen met vreselijke dingen te maken hebben gehad. Dus de eerste vraag die ik stel, heb je aangifte gedaan? Ook als ik ze niet ken. Online bijvoorbeeld. En mijn tweede opmerking is altijd, en als je wil ga ik met je mee. Want ik weet hoe zwaar het is. En ik ben ook regelmatig mee geweest. Ik vind zelf heel erg belangrijk dat elke agent waar je mee te maken hebt, omdat je aangifte doet, meteen herkent wat er aan de hand is. Dit is voor de VVD de reden geweest tot nu toe om altijd te zeggen, ga nou niet alleen maar investeren in aparte rechercheurs of mensen bij de politie die dit herkennen, maar zorg nou dat het bij iedereen heel goed tussen de oren zit waar diegene mee aan de balie staat. Dus wij hebben in de debatten die we hierover hebben gehad, zelf ook voorstellen, ook ondersteund en zelf ingediend voor bijvoorbeeld een leerlijn bij de politie, om ervoor te zorgen dat in de academie iedereen leert hoe herken je op het moment dat iemand met zoiets verschrikkelijks te maken heeft gehad, aangevallen worden om wie je bent, dat je direct goed reageert. Duidelijk. En meneer Klaver. Mag ik die alleen nog af? Dus het hele punt is, dat moet eerst op orde zijn. En als je dan zegt, dan heb je ook nog specifieke mensen nodig die dat kunnen oppakken en uitwerken. Maar de eerste stap moeten we eerst wel met elkaar rondkrijgen. En daar valt echt nog heel veel winst maar op. Maar u ziet dat als een eerste stap? Die wel genomen moet worden, zodat die aangifte... Die wel genomen moet worden, maar u ziet dat als een eerste stap?
Het is een hele belangrijke eerste stap. Oké, okay. Meneer Klaver. Volgens mij moet je het een niet tegenover het ander zetten. Het is namelijk van het grootste belang dat in een opleiding daar heel veel aandacht voor is. Maar ik wil toch terugkomen op het punt. Het is namelijk eigenlijk heel eenvoudig. 6 mensen per dag die aangifte doen. Er zijn er nog veel meer die geen aangifte doen. En hoe komt dat? Omdat de drempel om dat te doen zo ontzettend groot is, je niet begrepen voelen. Als we dan weten, vanuit de community zelf, uit het buitenland, dat dit werkt, draag ik nog één keer de heer Hoekstra uit. Als wij vandaag met elkaar zeggen, we gaan het regelen, dan is het geregeld. Want dat was de vraag die werd gesteld. Zeker. De vraag is, maak er vandaag hier en nu een einde aan. Dat kunnen we niet, maar we kunnen wel een belangrijke stap zetten. En dat blijft de million dollar question. En daar gaan we nu over stemmen. De vraag is, ik zal hem nog een keer herhalen. Als u straks aan de macht bent, zorgt u dan voor stevige maatregelen tegen discriminerend geweld, zoals het aanstellen van discriminatierechercheurs, hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld en ook gaat u tijd en geld uittrekken voor roze en blauw. Wie wil hier positief op reageren? Handen. Ik moet even kijken. Ja, handen. En u hebt uw hand opgestoken. Dus die hebben we in de pocket, meneer Hoekstra. Dank u wel. Dank u wel in de pocket. Heel goed. We hebben heel veel gepraat over veiligheid. Er is vanochtend ook een artikel in de Volkskrant gepraat over dat u praat over de veiligheid van onze community. Ja. Wat gaat uw partij doen voor de veiligheid? Ik vind het bizar dat hier gewoon in ons Amsterdam, dat homo's, ook homo's stellen waar Lieselot en ik mee bevriend zijn, dat die zeggen, joh, wij durven eigenlijk niet meer te doen wat we 20 jaar geleden wel durfden. Namelijk hand in hand over straat lopen. En ik vind dat niet acceptabel en ik ga dat ook niet accepteren. Dus ik vind dat er harder gestraft moet worden. Ik vind dat er meer moet gebeuren op het gebied van voorlichting. Maar ik vind ook heel wezenlijk dat we gewoon in de volle breedte naar dat probleem gaan kijken. Daarom vind ik dat er zo'n nationaal coördinator moet komen. Die gaat kijken naar de strafrechtelijke kant. Die gaat kijken naar preventie. Die gaat kijken naar wat er nodig is op scholen. Die gaat kijken naar hoe de politie zich goed rekenschap kan geven van deze problematiek. Dus ik wil daar echt vol voor gaan staan. Want geweld en discriminatie is gewoon niet acceptabel. Want je hoort de term aangiftebereidheid. Ja. Dat hoor je heel vaak. Dit is een moeilijke term, maar betekent dat niet alle homo's zijn bereid om aangifte te doen nadat er iets gebeurt. Ik zelf heb ook een keer aangifte gedaan. Ja. En het voelt een beetje alsof je in een computer loopt te praten en je verdwijnt. En er wordt vrij weinig mee gedaan. Ja, en dat is natuurlijk is de politiek hier verantwoordelijk voor? Ja, in ieder geval moet het zo zijn dat mensen bij allerlei type aangifte, maar zeker bij aangifte die over zoiets wezenlijks gaan als discriminatie, daar moet natuurlijk adequaat op gehandeld worden. Is dat altijd mogelijk? Kan de politie dat altijd oplossen? Nee, natuurlijk niet. Dat snapt ook iedereen. Maar ik wil heel graag dat die aangiftebereidheid omhoog gaat. Ik vind echt dat we dit harder moeten bestraffen. En ik vind dat we ook breder naar die problematiek moeten kijken. Want het moet gewoon mogelijk zijn dat hier in Amsterdam, ik heb er zelf jarenlang met veel plezier gewoond, maar ook in de rest van Nederland, het niks uitmaakt van wie je houdt. En dat iedereen gewoon hand in hand over straat moet kunnen. En dat gaat de CDA doen met die coördinators? Ik wil in ieder geval 1 nationaal coördinator. Maar ik wil al die andere dingen wil ik niet laten. Okay. Dus ik wil sowieso ook inzetten op hogere straffen. Ik wil sowieso inzetten op wat we noemen meer roze in blauw. Ja. Ik wil sowieso inzetten op meer aandacht bij bijvoorbeeld de politieopleiding. Wat gaat u doen om het voor ons veiliger op straat te maken? Ze zijn goed opgetraind. Ze moeten toch. Ja, toch is een beetje, het. Kijk. Het is toch wel belangrijk. Daar draait het uiteindelijk om. Wat gaan jullie doen om de straten veiliger te maken? Ja, nou, ik ken beide heren. Dat maakte me ook zo kwaad toen dat vorig jaar gebeurde. En het is elke keer weer een wake-up call dat ook in Nederland op straat het gewoon niet altijd veilig is voor homo's, lesbiennes, drag queens die uit taxis worden gezet. Dus ik wil echt. Ik wil speciale discriminatierechercheurs bij de politie, zodat dit soort incidenten ook echt leiden tot opsporing en veroordeling van daders. Maar we moeten ook nog veel meer doen aan voorlichting op middelbare scholen, mbo's, want daar begint het ook. Daar kunnen we die homohaat ook stoppen. Ja. En je hoort heel veel de term aangiftebereidheid. Ja. En wat gaat D66 doen? Ja. Omdat die bereidheid omhoog te brengen, maar ook dat het voelt dat het werkt. D66 wil dat we roze en blauw eigenlijk vanaf de politieacademie helemaal in die politieorganisatie inbedden, zodat elke agent leert hoe moet ik omgaan met discriminatie en dit soort geweldsincidenten. Hoe kan ik op een goede manier het gesprek met de slachtoffers aangaan? Maar ook, hoe verzamel je op een goede manier het bewijs, zodat zo'n aangifte ook leidt tot een veroordeling? Het
de straat is van iedereen. Ja. Het internet is van iedereen, maar de straat is ook van iedereen. Maar de realiteit is dat mensen zich niet vrij voelen op straat om hand in hand te lopen of elkaar te kussen. En dat moet veranderen. Dus wij vinden dat er discriminatierechercheurs moeten komen. We vinden dat roze in blauw versterkt moet worden. En we vinden dat er echt actief vervolgd en gestraft moet worden. Want nogmaals, iedereen moet zich vrij kunnen voelen op straat. Ja. Papier is makkelijk. Ja. De echte samenleving is veel ingewikkelder. En helaas zie je nog altijd dat, twee mannen of twee vrouwen vaak bang zijn om te laten zien dat ze bij elkaar horen op straat. Uit angst voor een scheldkanonade of nog erger. Ja. Volgens mij waar het mee begint, en dat geldt bijna voor elke misdaad die je wil aanpakken, is de pakkans vergroten. Dus ervoor zorgen dat de kans dat iemand dit doet, dat hij ook daadwerkelijk de politie op de stoep krijgt, eens een keer wat toeneemt. Want zware straffen, als er echt sprake is van discriminatie, vind ik prima. Kun je het met mij goed over hebben? Ik heb zelf, toen ik in de raad zat, dat is alweer 4 jaar geleden, zat ik in de gemeenteraad in Amsterdam, heb ik mij jaren ingezet om straatintimidatie aan te pakken. Dus als jij met je vriend hand in hand op straat loopt en je wordt belaagd, je wordt uitgescholden, heel veel van die elementen zijn nu nog helemaal niet strafbaar. Ik heb daar jaren voor geknokt om dat strafbaar te stellen. Er was eigenlijk de hele raad op een gegeven moment voor, behalve GroenLinks. En toen kwam de nieuwe burgemeester en die zei, ik ga het niet handhaven. En dat vind ik heel erg. Ja. Dus ik hoop dat we dit snel goed regelen. Dat straatintimidatie bijvoorbeeld echt strafbaar is. Ja. Dat is één. En aan de andere kant hebben we natuurlijk ook nodig dat we meer politie hebben. We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de politie, maar er moet nog veel meer bij. Ja. Dat is twee. En ik zou heel graag willen dat mensen die te maken hebben met discriminatie, LHBT-geweld, dat ze altijd melding doen en altijd aangifte doen. Dat is een term die je vaak hoort, aangiftebereidheid. Ja, ja. Wat gaat de VVD doen dat niet meer dat gevoel weggaat, dat je niet zomaar aangifte doet voor de leuk? Ik vind het vreselijk dat je dat gevoel hebt en ik heb zelf ook wel eens aangifte gedaan van zaken waar we het over hebben. Dan geweld omdat ik een vrouw ben of op straat liep op een bepaald moment en dat vinden mensen dan blijkbaar reden genoeg om je te belagen. Ja. Maar ik ben ook meegegaan met vrienden, met mensen die ik trouwens niet ken, online had aangeboden. Dus wil je dat ik met je meega om aangifte te doen van LHBT-geweld? Wat je wil is dat elk agent goed opgeleid is in het herkennen van wat jij daar komt doen. Dat hij weet waar gaat dit over. Dat is dus een van de voorstellen van de VVD van de afgelopen tijd ook geweest. Zorg dat het in de politierichtlijn, in de leerlijn, moet ik zeggen, van de politieacademie wordt opgenomen. Dat wordt opgenomen, dat is één. Aan de andere kant, jouw aangifte is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de vervolging, voor het vinden van die dader en het aanpakken ervan, maar ook voor de cijfers. Want op het moment dat ik weet, wat is nou gaande, waar is het gaande? Want ik hoor het natuurlijk, maar als je die cijfers hebt van de politie, kan je ook weer je beleid op aanpassen. Dus het heeft op verschillende momenten heeft het echt meerwaarde. Dus ik hoop dat je nooit iets vreselijks meemaakt, maar doe anders alsjeblieft melding of aangifte. Dat is echt nodig. Dan gaan wij nog eventjes naar die extra vraag van Nanoa Struik. Hen is dus de tweede persoon met een X in het paspoort. Ten slotte ben ik dus non-binair en moest ik naar de rechter om een X in mijn paspoort te krijgen. Als jullie daar straks tijd over hebben, wil ik graag weten of jullie ook gaan regelen dat een ieder zijn geslachtsaanduiding in het paspoort zonder rechterlijke tussenkomst kan laten doorhalen met een X, zodat mensen niet meer naar de rechter hoeven. Nu kun je alleen een X in je paspoort krijgen via een omweg, namelijk via de rechter. Daar moet je voor naar de rechter. En gaat u nou regelen dat een ieder hun geslachtsaanduiding in het paspoort zonder rechterlijke interventie kan doorhalen met een X? Het antwoord is ja. Het antwoord is ja? Ja, volmondig ja. Je weet zelf wel wat je identiteit is. Er is geen rechter voor nodig. Oké, dan laat ik dan even. We hebben toch de tijd nog even het rijtje afgaan. Zegt u het ook maar even als u wilt. Ja, zeker. Ja, het staat volgens mij zelfs in ons verkiezingsprogramma. Dus daar zetten we ons voor in. Dan ga ik ook nog even naar Liane Den Haan. Ja, voor 50 plus ook absoluut ja. Oké, dan ga ik naar rechts van mij, Wop Hoekstra. Ik vind eerlijk gezegd dat hier wordt overbeloofd. Ik vind het goed dat de MV-aanduiding is afgehaald of afgaat van de identiteitskaart. Maar alle politici hier weten dat dat paspoort ook vanuit Europa gemaakt wordt. Dus ik ben ervoor om ons daar in Europa voor in te zetten. Maar doen alsof wij de enigen zijn die dat kunnen regelen, dat is kort door de bocht. Nee. Ook in Europa kun je het regelen. En ook in Europa is het dus je kunt je ervoor dan inzetten. Volmondig ja. Dus je kunt je ervoor inzetten.
Je kan het niet beloven. Even nog voor mijn begrip, want ik begrijp het vaak niet. Waarom vindt u dat het wel kan via de rechter en niet gewoon maar? Ik bedoel... we gaan het al doen op de identiteitskaart. Daar hebben we in dit kabinet van gezegd. Bij de volgende identiteitskaart gaat die MV gaat eraf. Oké, maar waarom niet bij het paspoort dan? Omdat dat paspoort een Europees instrument is. Dus ben ik ervoor om daar eens in Europa voor in te spannen? Ja. Mag je, is het iets wat je kan, is het iets wat je kan beloven dat je sowieso, als wij dat hier afspreken, regelt? Dat kan wel bij de identiteitskaart, dat kan niet bij het paspoort. Even kort, hè, want we kunnen wel weinigen. Gelukkig kunnen we zelfs toch een tandje sneller. Op voorstel van D66 inderdaad heeft die identiteitskaart nu geregeld. Scandinavische landen hebben die stap al gezet, ook voor het paspoort, zonder omkomst van de rechter. Naast MV ook de optie van X. Dus we hebben gelukkig voorlopers in Europa. En het enige wat we hoeven te doen, want Sander Dekker, de minister van VVD van rechtsstatelijkheid, wil nu jurisprudentie afwachten. Maar volgens mij kan Nederland, net zoals Scandinavië, nu zeggen, wij zetten nu de stap. We gaan niet allerlei rechtszaken afwachten, maar we gaan gewoon dit ook nu voor de paspoorten regelen. Zo voor heel veel mensen die met die genderidentiteit worstelen een hele belangrijke stap zijn. Bent u ervoor om de voorlopers te volgen? Ik vind het verstandig wat Dekker gezegd heeft. Dus ik ben ook hier, ik ben in principe ervoor om te doen wat werkt. Maar ik vind het kabinetsstandpunt ook verstandig. Ik zie dit als een voorstem met een kanttekening. Vindt u dat goed? Ik ben altijd van de rekken. Oké, dat is goed. Ik ga nog even verder. Mevrouw Jezielgus. De inzet is ja. De inzet is ja. En tot slot, meneer Quint. Dat is die bij ons ook. Kijk, onnodige geslachtsregistratie moet je volgens mij sowieso zoveel mogelijk van af. En dat lijkt me dit een mooie stap om te zetten. Ik denk dat we dit allemaal genoteerd hebben. We zullen straks van mevrouw Ozenbrug horen hoe zij dit allemaal heeft gewogen. Al deze woorden en al deze ja's, volmondige ja's en ja's met een kleine kanttekening. De Partij voor de Dieren staat op de schouders en is verwant met emancipatiebewegingen uit het verleden. We zijn ontstaan omdat we zagen dat bestaande politieke partijen uiteindelijk altijd de keuze maken voor de korte termijn economische belangen en de westerse mens en haar geld. Dat zien we ook aan het vrijhandelsverdrag dat is afgesloten met een Bolsonaro in Brazilië. Uiteindelijk gaat het ten koste van mensenrechten. Het gaat ten koste van kwetsbare groepen, van dier, natuur, milieu. En we zien ook nu nog steeds dat de rechten van LHBTI sneuvelen op de onderhandeltafel. Wat we nodig hebben is de politiek die moed en lef toont, die vasthoudt aan haar idealen. Politici die geen compromissen sluiten over mensenrechten. En je hebt een aanjager nodig die zorgt dat andere politieke partijen net even het stapje extra doen om mensen en dieren te beschermen. En die aanjager is de Partij voor de Dieren. Ik sprak met mijn collega Tom van de Nieuwenhuizen. Wat is er nou allemaal nodig om ervoor te zorgen dat we die emancipatiestrijd doorzetten? En over veel van die onderwerpen hebben we hier vanavond gesproken. Maar de keiharde waarheid is, ik denk dat we hier over 4 jaar weer staan. Want die strijd die gaat door. En die strijd die is pas af als mensen hier in Nederland en eigenlijk wereldwijd niet meer uit de kast hoeven te komen. Dat het een moment is waarop je moet besluiten om te vertellen wie jij bent. Die strijd is pas af als we de norm in Nederland en in de wereld is veranderd. Dat het geen uitzondering meer is, maar dat we echt kijken naar wie jij bent als mens. En totdat we dat hebben bereikt, beloof ik je dat ik ervoor blijf strijden. 50 plus staat voor een land waarin we prettig ouder kunnen worden. En vanaf de dag dat je geboren wordt, word je ouder. Elke dag weer. En in dat ouder worden moet je jezelf kunnen zijn. Op school, op het werk, maar ook in het verpleeghuis of in woonzorgcentra. En we zien nog steeds veel te vaak dat dat niet kan. Ik ben als eerste heteroseksuele directeur van het COC erg aangelopen, ontzettend geschrokken van toch het geweld en de haat die er nog steeds is tegen de LHBTIQ-doelgroep. En 50PLUS staat voor liefde is voor iedereen en zijn wie je bent. Dat is de kracht van 50PLUS. Natuurlijk hoor je als LHBTI'er bij de SP thuis. Waarom? Omdat de strijd voor de gelijkwaardigheid van mensen in ons DNA verankerd is. En omdat wij als activisten begrijpen dat je een wet kunt veranderen. Je kunt zelfs de grondwet veranderen. Maar daarmee is een strijd niet af. Die strijd die zal permanent gevoerd moeten worden. En zolang jij niet veilig over straat kunt uit angst voor een scheldkanonade of misschien wel een klap voor je gezicht. Zolang jouw seksuele geaardheid nog altijd het favoriete scheldwoord in een voetbalstadion is. Zolang er nog altijd mensen zijn die bang moeten zijn dat ze verstoten worden door hun familie wanneer zij uit de kast komen. Zo lang zal die strijd nog door moeten gaan. Dat hebben we de afgelopen jaren hand in hand gedaan. En wat mij betreft gaan we daar nog heel lang, of in ieder geval eigenlijk heel kort, maar als het nodig is heel lang, mee door.
We gaan naar het tweede thema. En dat is verbieden van onvrijwillige en onnodige operaties op intersexe personen. Intersexe personen zijn geboren met een lichaam dat niet voldoet. Niet voldoet aan het beeld dat in de maatschappij leeft van hoe een man of een vrouw er uit hoort te zien. Of wat een mannen- of een vrouwenlichaam is. Ik kan het niet anders formuleren. Ik bedoel, artsen proberen regelmatig het lichaam van intersexe kinderen zonder medische noodzaak in overeenstemming te brengen met wat mannen- of vrouwenlichamen zouden behoren te zijn. Bij 2/3 van de intersexe personen die zo'n operatie ondergaan, gebeurt dat zonder hun expliciete toestemming van hen of van hun ouders. En het gaat echt om duizenden gevallen. Ook Marleen Hendricks kreeg daarmee te maken. Marleen, het woord is aan jou. Goedenavond. Ik ben Marleen, danser, theatermaker en intersexe. Toen ik 5 jaar was, hoorde mijn moeder in het ziekenhuis de zin: we hebben testicles aangetroffen in uw dochter. Eenmaal in een gespecialiseerd ziekenhuis werden deze testes, het bleken onderontwikkelde testicles, meteen verwijderd. Want dat hoort niet bij een meisje. Zonder mijn expliciete toestemming en zonder duidelijke noodzaak. Door het weghalen van de testes vond geen hormoonproductie meer plaats. Dus vanaf mijn 10e ben ik begonnen met het slikken van hormonen. Onder andere om borsten te krijgen. Want dat hoort bij een meisje. Op mijn 16e werd me als vanzelfsprekend een vaginaplastiek aangeboden. Want ook dat hoort bij een meisje. Hoe en wanneer ik dat wilde was de vraag. Niet of ik het wilde. Om te voorkomen dat andere intersexe kinderen ongevraagd aangepast worden aan het beeld dat een arts of ouder voor ogen heeft, is mijn vraag: gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen voor een wettelijk verbod op niet-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen, ofwel NNMB's, van intersexe kinderen en volwassenen? Dankjewel. Ik herhaal het nog een keer. Gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen voor een wettelijk verbod op niet-consensuele, niet noodzakelijke medische behandelingen voor intersexe kinderen en volwassenen? En voor alle duidelijkheid, niet consensueel, ik moest het even opzoeken, is zonder toestemming. Ik geef 1 minuut het woord aan Dylan Jezielges. Dank u wel. En dank mevrouw Hendricks, Marleen Hendricks, voor het delen van het persoonlijk verhaal. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is en dat het ons doet beseffen waarom het zo'n belangrijk onderwerp is. Dus ik heb hier geen minuut voor nodig. Ik praat hem graag vol, maar dat is helemaal niet nodig. Volgens mij moeten we met elkaar regelen dat op het moment dat het medisch niet noodzakelijk is, geen toestemming ligt, dat we dit ook niet toestaan. En als daar een wet voor nodig is, dan komen we met een wet en kunnen we het op een andere manier sneller regelen, dan moeten we dat gewoon doen. Volgens mij is dat het belangrijkste. Nou, dat is inderdaad een halve minuut. Het is keurig. Dan de tweede spreker is Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Ja, ook de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat we zorgen dat medische behandelingen niet worden uitgevoerd als die dus niet medisch noodzakelijk zijn. In dit geval bij een intersexe conditie. Op het moment dat er een babytje geboren wordt, is al snel een van de eerste vragen: is het een jongetje of is het een meisje? En in het geval van personen met een intersexe conditie is die vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Maar het gaat met name over de samenleving. Over ons beeld, over hoe een persoon eruit moet komen te zien. En daarvoor is het belang dat je in gesprek gaat met die persoon zelf. En dat kan niet op het moment dat je nog een heel klein kind bent of dat je nog een baby bent. En daarom vindt het belangrijk dat we dus niet een medische behandeling of zelfs een operatie uitvoeren op een kind dat niet noodzakelijk is, dat niet medisch noodzakelijk is. En daarom zullen wij ons daarvoor inzetten. Ik wilde wel even toch voor alle zekerheid nog eens de nadruk opleggen dat het hier gaat om een wettelijk verbod. Hè? Dus er moet een wet komen. Het gaat niet om een medische richtlijn. Het moet echt een wet zijn. Dus dat wil ik nog even... Ja, zeker. Ja. Nou, het is zelfs zo dat de VN heeft Nederland op haar vingers getikt dat Nederland dit nog niet wettelijk geregeld heeft. Juist. En ook het Europees Parlement geeft aan dat het belangrijk is dat we dat ook in Nederland gaan regelen. Dus absoluut een ja, dit moet in de wet komen. Voor zover ik weet is de Partij van de Arbeid de enige die het ook in het verkiezingsprogramma heeft. Zeg als het niet zo is. Maar... Wij willen inderdaad dat het wettelijk geregeld wordt. Want je bent altijd zelf de baas over je eigen lichaam. En dat betekent dus als je kind bent dat anderen ook niet over jou mogen beslissen. En het betekent ook als je 18 bent dat dat niet mag. Dus wij willen dat graag regelen.
Ik denk dat we heel veel van ons dat willen. En we gaan samen kijken, moet er een nieuwe wet voor komen of kunnen we een bestaande wet aanpassen? Welke bestaande wet zou dat zijn? Nou, bijvoorbeeld de wet die besnijdenis, meisjesbesnijdenis verbiedt, zou bijvoorbeeld daar op uitgebreid kunnen worden. Want dat gaat over hetzelfde. Namelijk iets, een ingreep die niet medisch noodzakelijk is, die jou wordt aangedaan zonder dat jou wat gevraagd wordt. En dat moet gewoon verboden worden. En dat zou een manier kunnen zijn om het te doen. En ik zie zomaar een meerderheid ontstaan. Dus dan kunnen we daar heel snel kunnen we dat gaan. Nou, laten we dan meteen eens kijken of die meerderheid hier ook werkelijk aanwezig is. Met andere woorden, wie is voor een wettelijke regeling? Handen. Mag ik er één ding over even bij zeggen? Ja, ook, als het niet ook een mits is. Nee, het gaat over hele kleine kinderen. En het, ik vind het indrukwekkend wat je vertelt. En het lijkt mij verschrikkelijk als je als achteraf vast met de beste bedoelingen er iets gedaan is waar je vervolgens heel erg veel last van hebt. En ik ben er zeer voor, ik ben overigens ook voor de wettelijke verankering. Ik ben er zeer voor dat bij volwassenen en bij zeker oudere kinderen dat je dat niet doet. En dat je die keuze echt aan hen laat. Oh, wat ik zelf ingewikkeld vind, ik ben kind van een dokter. Mijn vrouw is huisarts. Dus wat moet je nou doen met hele jonge kinderen? Daar moet je denk ik ook de ouders en de medische professionals wel de ruimte geven om te kijken wat nou in het belang is van het kind. Wat vinden jullie daarvan? Kijk, het gaat over niet medisch noodzakelijke ingrepen. Dat is één. En het gaat erover dat je te alle tijden over je eigen lichaam moet kunnen beschikken. En natuurlijk, bij elke ingreep worden familieleden, et cetera, betrokken. Maar juist de praktijk en het verhaal dat we net hoorden is dat mensen vanuit denkend dat het in het belang van het kind is, besluiten nemen waarvan achteraf dat kind zelf zegt, dat besluit had ik dan liever zelf genomen vaak, of helemaal niet. Dat ouders ook heel wel natuurlijk betrokken zijn, maar die informatie eigenlijk helemaal niet hebben. Denken, oh, dit hoort zo of dit werkt zo. We hebben dat en de voorbeelden gehoord, maar ook horen wij zelf ook. En daar gaat het ook om. Hè, dat als je met zo'n wet komt, dan laat je natuurlijk ook ruimte zeker voor die afweging, voor die gesprekken. Dat daar natuurlijk ook daarna wordt gemeten. Dat is mijn punt. Ja, ik snap het. Maar het springende punt is hier, denk ik, een niet medisch noodzakelijke ingreep. Zeker, zeker. En daar is, dus ook als ben ik ouders dus dat zou willen en het zouden niet medisch noodzakelijk zijn. Maar laten we ook eerlijk zijn, het is heel lastig buiten de spreekkamer om te bepalen wat het in de meeste in het belang is van het kind. En ik vind dat het belang van het kind, wordt net een heel goed voorbeeld van gegeven, in heel veel gevallen is dus het belang van het kind om te wachten en niks te doen. Maar ik denk dat je daar wel als ouders ook met de beste medische experts over in gesprek moet. En dat zou je dan ook moeten verankeren in die wet. Vanuit de politiek schets je die kaders en dan laat je het vervolgens aan degene die er echt verstand van hebben, de medici en de ouders, laat je dat daar. Zag ik Jesse Klaver zijn hand opsteken of zag ik dat verkeerd? Ja, ik vind het heel lastig. Maar volgens mij, kijk, ja, in eerste instantie wel, maar eigenlijk zei je het heel goed, Clary, of mevrouw Polak. Het gaat namelijk over niet medisch noodzakelijk. En dat is de crux. Als er een medische noodzaak is, natuurlijk moet er ingegrepen worden. En volgens mij was dat ook niet het pleidooi. Het gaat over niet medisch noodzakelijk. En ik denk dat het dan belangrijk is dat je zegt, dan is altijd instemming nodig. Omdat, zeker op zo'n jonge leeftijd, hoe weet je nou wat iemands genderidentiteit is? En geeft dat de ruimte? En dat is volgens mij precies waar dit over gaat. En daarom is er op de vraag om dit wettelijk vast te leggen, denk ik, maar één antwoord. Geen mits of geen maar. Dit moeten we vastleggen. Goed, ik ga stemmen over de vraag. En de vraag is, gaat u in de komende kabinetsperiode zorgen voor een wettelijk verbod op niet-consensuele, niet-noodzakelijke medische behandelingen van intersekse kinderen en volwassenen? Wie is voor? Eenmaal, andermaal, unaniem. Dan hameren we dat af. Ik wil beginnen met een aantal stellingen waar ik gewoon op kan antwoorden met eens of oneens. Nog meer stellingen. Ja, het zal een hele lange dag. Het medicijn PrEP moet worden vergoed door de zorgverzekering. Daar ben ik niet mee eens. Moet ik me eerst uitleggen wat het medicijn PrEP is? PrEP voorkomt de overdracht van HIV. Ja, ik denk het wel, maar heel eerlijk gezegd, ik ben het kind van een dokter. Ja. En mijn vrouw is huisarts. Ja. Ik zou aan de dokters willen vragen wat daar hun advies op is. Ja, je hebt in Nederland nog even bespreken. Ik ga dat zeker vanavond. ik ga vragen, joh, wat is PrEP? En ik vond het natuurlijk totaal door de mand dat ik niet weet wat het is. Is oké. Heel veel mensen weten het niet. Maar je moet gewoon luisteren naar de wetenschap. Nou,
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik vind wel dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn en betaalbaar. Ja. En dat is nu nog niet zo. Hè? Het is maar in een beperkt aantal steden is het verkrijgbaar. En er zijn ook problemen. Dus ik vind dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Zijn er nou problemen? Dan hoor ik dat graag en dan bekijken we het weer opnieuw aan. Het medicijnen PrEP moet vergoed worden door zorgverzekeringen. Eens. Eens. We gaan naar het stemblokje. We hebben namelijk een stemblokje. Omdat we niet alle onderwerpen helaas uitgebreid kunnen behandelen. En over de volgende vier onderwerpen, zijn vier onderwerpen, willen we wel graag weten hoe u daarover denkt. In de zin hoe u erin staat eigenlijk, voor of tegen. Dus we gaan stemmen met handopsteken. Volgende week bespreekt de Senaat het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en PvdA om de LHBTI-rechten te verankeren in de grondwet. Daar hebben we wel de grondwet. Let op. Is uw partij voor dat wetsvoorstel? Handen. Iedereen stemt in beide kamers zonder last. Maar het CDA heeft voorgestemd in de Tweede Kamer. Ja? En ik vind het ontzettend belangrijk dat we naast ras, geslacht, politieke gezindheid ook toevoegen LHBTI en gehandicapten in de grondwet. Hetzelfde wil ik weten van de SP graag. Ja, nee, ik ga ervan uit. Wij hebben er in de Tweede Kamer voor gestemd. Dus ik, zelfs onze senatoren stemmen zonder last of ruggespraak. Maar dat, als die in één keer tegenstemmen, dan krijgen ze wel een belletje achter. Nou goed, dan... Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon voorstemmen. De grondwet gaat veranderen worden. Als we dan toch bezig... Nee, doen we niet. Dan de volgende stelling. Nog altijd bieden zeker 15 clubs in Nederland zogenaamde LHBT... genezingstherapieën aan. Ook dat is een woord dat ik niet uit mijn mond kan krijgen. Neem me niet kwalijk. Dat verandert de identiteit van mensen natuurlijk niet, maar het berokkent ze voornamelijk heel veel schade. Bent u voor een wettelijk verbod op zulke therapieën? Mag ik daar iets over toevoegen? Ja, want ik heb zomaar het idee dat u het gaat hebben over uw initiatief wetsvoorstel. Nou ja, we hebben in 2019 inderdaad een motie neergelegd naar aanleiding van berichten die wij kregen. Maar er was ook een heel indringende documentaire op televisie waarbij je zag dat dit echt voorkomt in ons land. Waarbij ook veelal jonge mensen min of meer onder dwang bijna, niet bijna, onder dwang afstand nemen van hun identiteit. Dus we hebben een motie neergelegd en gezegd dit moet verboden worden. En ik vind het pijnlijk te zien dat het kabinet, waar ook de VVD in zit overigens, maar waar, ik wil het niet zeggen, maar twee ministers van CDA, VWS en JNV, Justitie en Veiligheid, geen beweging op hebben gemaakt om dat te verbieden. Dus we hebben gezegd, samen met andere partijen die dat overigens ook willen verbieden, dan komen we met een eigen wetsvoorstel. Dus daar zijn we mee bezig om dit uit ons land te bannen. En u weet dat er al een meerderheid is in de Kamer die dat gaat ondersteunen. Ik kan mij niet voorstellen dat je hier niet voor bent. Ja, ik ben het zeer eens met het verbod. De laatste keer dat ik het gecheckt heb, leverde de VVD nog de minister-president. Die maakt ook onderdeel uit van het kabinet. Ik zou ervoor zijn om het zo snel mogelijk goed regelen. Goed, bij deze. Mooi. De derde stelling. LHBTI-asielzoekers worden nog steeds afgewezen op grond van allerlei rare stereotypen. Dat ze geen processen van bewustwording en zelfacceptatie hebben doorgemaakt. Vindt u dat er een einde moet komen aan het afwijzen van LHBTI-asielzoekers op basis van dergelijke ondeugdelijke stereotypen? Ja. 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 Allemaal ja. Wacht even. Allemaal ja, behalve... ik zie u geen... Nou, de stelling is zo geformuleerd dat ik ja moet zeggen. En dat vind ik ook. Ondeugdelijke stereotypen, absoluut ja. Maar er zit wel een verhaal achter. De reden waarom het systeem zo is, in ieder geval niet ondeugdelijke stereotypen, maar waarbij je wel kijkt, is iemand inderdaad LHBT of niet, is omdat we ook in het verleden in Nederland, nog niet zo lang geleden nog zelfs hebben gezien, dat er ook asielzoekers zijn die geen recht hebben op asiel en misbruik maken van dit element, zeggen ik ben LHBT en vervolgens verhalen verzinnen en dan dat daarvan de asielprocedure. Maar dat kan toch ook bij mensen uit een islamitisch land die zeggen dat ze christen zijn? En daar heb je ook allerlei regels voor. Dus als u de stelling zo formuleert, volmondig ja, ondeugdelijke stereotype is niemand voor. Maar ik moet hier wel eerlijk zeggen dat er wel regels nodig zijn en dit soort gesprekken wel nodig zijn op een deugdelijke manier om vervolgens te kunnen kijken wie heeft echt recht, wie heeft echt die bescherming nodig en wie maakt daar misbruik van. En ik denk dat we dat wel niet door elkaar. Wie bescherming nodig heeft, die is hier naartoe gekomen met een reden. Als je in Oeganda
LHBTI bent, dan heb je gewoon geen leven. En dan neem je die stap om naar een veilige haven te komen. En dan word je hier geconfronteerd met procedures die uitgaan van allerlei stereotypen. Maar dit is precies het voorbeeld wat ik aanhaalde van recent. Het waren twee Oegandese asielzoekers die het verhaal verzonnen zonder LHBT te zijn. En vervolgens die asielprocedure ingingen en misbruik gingen maken. En die plekken dan innemen van die mensen die het nodig hebben. Dat is exact het voorbeeld. Ja, maar weet je, ik weet niet eens, wat is een proces van zelfacceptatie? Ja. Ik geloof best dat je met iemand een gesprek aangaat om te kijken of iemands verhaal klopt. Dat doe je namelijk bij elke asielaanvraag. En dat is prima. Maar om nou iemands doopceel te gaan lichten om te kijken of hij wel voldoende zichzelf geaccepteerd heeft en hoe hij dat proces ervaren heeft, dat is idioot. En het probleem is, dit is niet iets waar je lichtzinnig met een fout om kunt gaan. Precies. Want op het moment dat iemand teruggestuurd wordt naar, laten we Oeganda als voorbeeld hanteren. Ja. En die iemand is wel LHBTI, dan moet hij het misschien met zijn leven bekopen. Eerst Hoekstra, dan Jetten. Volgens mij is het allebei waar. En ik ben het zeer eens met de stelling. En je moet ook onderkennen dat er op allerlei manieren gebruik wordt gemaakt, soms ook misbruik wordt gemaakt van het systeem. Door mensen die zeggen ik ben homo, door mensen die zeggen ik ben christen en op allerlei manieren. Dus volgens mij moet je het ene doen. Je moet die stelling ten volle aanvaarden en je moet ook organiseren dat er van het systeem geen misbruik wordt gemaakt. En hoe doe je dat dan? Nou, door bijvoorbeeld daar ervaringen op te doen, heel goed te kijken naar hoe je nou onderscheid maakt tussen de verhalen die wel kloppen en die toch inconsistent blijken, waar mensen gewoon dingen verzonnen hebben. Laatste woord aan Jette. Nou, we weten allemaal hoe divers de LHBTI-community is. Dus als je bij een asielprocedure via allerlei stereotypen gaat checken of dat iemand tot de gemeenschap behoort, dan ben je verkeerd bezig. Dus dat moet sowieso stoppen. Maar wat ook echt wel een van mijn teleurstellingen is van de afgelopen 4 jaar, dat het ons niet is gelukt, onder andere omdat VVD en CDA daartegen zijn, is aparte opvanglocaties van vluchtelingen die gevlucht zijn vanwege hun geaardheid. Er zijn verschrikkelijke voorbeelden van homo's die in AZC's in elkaar worden geslagen, half worden verkracht, de hele tijd worden geïntimideerd door andere vluchtelingen. Dat is onacceptabel, dus laten we er alsjeblieft voor zorgen dat die stereotypen stoppen, maar dat we ook aparte opvanglocaties organiseren. Ik wil even terug naar de stelling. Ik wil terug naar de stelling. U zei net, ik ben er voor die stelling zoals u hem nu formuleert, en u zei daarbij, maar het gaat juist om criteria, daar gaat het om. Ja, kijk, ik weet waar die stelling vandaan komt. Ik weet dat er ook... Ja, sterker nog, Harbers, uw eigen staatssecretaris, heeft dat hele ondeugdelijke stereotype juist eruit gehaald. Zoals ik in mijn allereerste zin bij dit rondje zei, ondeugdelijke stereotype is niemand voor en ik zeker niet. Maar als dan de suggestie ontstaat dat we zouden zeggen, er wordt absoluut niet gekeken, dat kunnen wij met elkaar niet waarmaken, omdat je juist moet kijken voor die veilige havens die hier... Zou je niet gewoon naar een vluchtverhaal kunnen luisteren? Ja, en daar vallen dit soort gesprekken onder. En daar vallen bepaalde vragen onder. Okay. En die moet je juist zorgvuldig... En ik wil wel op die opmerking van de heer Jette ingaan, want die was richting VVD en CDA gericht. Ja, en er is een hele goede reden waarom wij geen aparte locatie willen voor asielzoekers, LHBT-asielzoekers die belaagd worden. Ik heb ze gesproken, die zeggen alsjeblieft, hoezo zet je mij apart? Haal dat tuig hier weg, dat mij belaagt, dat mij aanvalt, dat misbruik maakt van het asielsysteem. Ik zeg zomaar... En dat is waar de VVD mee aan de slag is gegaan, om die aparte AZC's op te zetten voor het tuig dat er misbruik van maakt en niet mensen weg te halen die slachtoffer daarvan zijn. Ik moet constateren dat de heer Jette NN roept en daar gaan we nu verder niet meer op in, want we zijn beperkt in de tijd, spijt mij enorm. Mevrouw Ariep kan dat vast veel beter, maar ik niet. Ze heeft het soms ook moeilijk hoor met ons. Ik heb geconstateerd dat iedereen voor deze stelling heeft gestemd, behalve u, terwijl u zei, voor deze stelling zoals die hier wordt geformuleerd, ben ik wel. Dus we hebben allemaal voor de stelling gestemd. En er worden best wel wat fouten nu gemaakt bij het IND. Wat gaat SP doen om dat concreet op te lossen? Ten eerste moet je er gewoon van uitgaan dat mensen de waarheid spreken. Je mag best, je mag best vervolgvragen stellen, je kunt best doorgaan, maar bij twijfel niet oversteken. Ja. Het gaat om mensenlevens, daar begint het om. En daarnaast vind ik ook dat je in je internationale beleid landen veel harder aan kunt spreken op hun eigen verantwoordelijkheid. Ja. Op weg hier naartoe las ik nog een verhaal in, ik geloof, Atje of zo, waar onder toezicht van het hele dorp lijfstraffen werden opgelegd aan homo's. Ja. En je ziet het zelfs binnen de Europese Unie nog de ontwikkelingen in Hongarije, in Polen, waar homovrije zones worden ingericht. Ja, ik vind dat je dan als Nederland ook een verantwoordelijkheid hebt te zeggen, ja... Even goede vrienden, maar dit gaan wij niet zo doen. Als jullie met ons willen samenwerken, dan zul je een soort heel bazaal niveau aan gedeelde waarden moeten hebben. En homovrije zones of lijfstraffen,
Nee, die passen daar echt niet bij. Waar we volgens mij voor moeten zorgen is dat mensen met LHBT'ers die vluchten, dat zij een veilig onderkomen hebben. En dat kan in de regio zijn, dat kan in ons land zijn, dat kan in andere landen zijn. Maar dat betekent op het moment dat je asielbeleid op orde is, dat je genoeg plekken hebt voor mensen. En dat kan dus ook in de regio, dat je mensen daar kunt opvangen. Ik ben zelf dochter van vluchtelingen. Mijn ouders zijn gevlucht omdat ze zich onder andere inzetten voor gelijke rechten van LHBT'ers in hun geboorteland, Turkije. Dus ik heb van jongs af aan meegekregen hoe belangrijk het is om daar oog voor te hebben. Dus dat is wat we moeten doen. Zorgen dat we genoeg plekken hebben. En dat kan ook in de regio en dat kan ook in ons land. Bij de IND worden er nog wel eens fouten gemaakt, blijkt. En je kan homoseksualiteit niet bewijzen. Je kan op een boot gaan staan, maar je kan het uiteindelijk niet echt bewijzen aan de grens. Klopt. Hoe moet dat volgens de VVD gedaan worden? Nou ja, kijk, dat zijn de gesprekken daar inderdaad die de IND heeft. We hebben daar ook een debat zojuist over gehad. En wat er gebeurt is dat er ook mensen zijn die misbruik maken van het feit dat wij een veilig onderkomen willen bieden aan LHBT-asielzoekers. Die op de vlucht zijn vanwege hun geaardheid, omdat dat een gevaar vormt voor hun leven. Omdat in het land waar zij dan vandaan komen, dat een reden is om iemand op te sluiten of nog veel erger. En we hebben ook voorbeelden gezien van asielzoekers die daar misbruik van maken. Die doen alsof ze homo zijn. Dus wat je moet doen is een zorgvuldige procedure waarbij je wel dat onderscheid kunt maken. En dat blijft ook ingewikkeld en misschien ook op momenten pijnlijk. Maar daar moet je ook eerlijk over zijn. Want op het moment dat je zegt, het is zo als jij zegt dat het zo is, dan kunnen jij en ik verzinnen wat heel veel mensen gaan opschrijven die je sowieso nooit aanspraak zouden maken op een asielplek. Terwijl ik die asielplekken vrij wil houden voor mensen die het echt nodig hebben, zoals die LHBT-vluchteling. Mensen moeten via allerlei ingewikkelde wegen een soort bewijslast aanvoeren. Ja. En vaak kan dat gewoon niet. Homoseksualiteit kan je niet bewijzen. Nee, hoe moet je daar nou bewijzen van overleggen? Want waar je vandaan komt, heb je nooit openlijk homoseksueel kunnen zijn. Ja. Dus er is ook niemand die kan zeggen, nou, weet je, hij zoende met hem. Dus wij vinden dat die bepaling er echt uit moet en dat mensen gewoon geloofd moeten worden. D66 is voor aparte opvang van LHBTI-vluchtelingen, zodat ze ook op een veilige plek hun asielprocedure kunnen afmaken. Goed, duidelijk. Tot slot. Als u straks aan de onderhandelingstafel zit voor een nieuw kabinet, zorg je dan voor een paragraaf over LHBTI-emancipatie in het regeerakkoord, tenminste gelijkblijvend budget en een minister in plaats van een staatssecretaris die dit onderwerp in portefeuille heeft. Wie is voor? Ja, VVD niet? Nou, weet je wat het is? Het maakt mij niet uit wie die portefeuille heeft, als hij maar dingen regelt. We hebben net een aantal zaken besproken die al veel langer liggen, of die nu bij bepaalde ministers liggen, die gewoon niet worden opgepakt. Zeker. Dus maar fix het. Ik zal u zeggen waarom dit onderdeel van de stelling is. Ja, budget, pardon. En aparte paragraaf. Maar dat is nu de minister ook, hè? Het is budget en daar bent u voor. Ja, het gaat u om dat u het niet uitmaakt wie het regelt. Het poppetje maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat een minister meer invloed heeft, namelijk in de ministerraad, en een staatssecretaris daar vaak niet zou bij je zit. Denken, dat is... Maar die homogenezingen zijn nog steeds niet verboden, om een voorbeeld te noemen. Dus het maakt niet uit. Het moet gewoon opgepakt worden. We kunnen het ook combineren. Hè? Dan doen we en betere ministers dan in deze periode. En ben je aan het solliciteren, okay. Peter? Ik noteer hier toch weer een algemeen gedeeld ja. Met een kanttekening van het VVD dat het ook een staatssecretaris mag zijn. Maar u bent niet tegen de minister. Ik ben niet tegen ministers in algemene zin. Nee, in algemene, maar ook niet voor dit onderwerp. Ook niet op dit onderwerp. Oh, nee, zeker niet. Nee, daar wou ik het even over hebben. Goed. Kijk, dat stemmen belangrijk is op 17 maart, weten we allemaal. Maar als minderheid is het misschien toch even handig om de partijprogramma's toch nog even goed te bekijken. Want het kan effect hebben over onze toekomst. Voor meer informatie ga naar rainbowvote.nu. Dankjewel voor het kijken. MVS, Gay Station.